en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe online knutselvideo van de Jeugdclubs Voorhout. Ik ben Sheila en ik ga jullie vandaag weer een nieuwe knutsel uitleggen. Wat we vandaag gaan maken zijn deze leuke oneindige kubussen. Deze ken je misschien wel uit de winkel, maar niet iedereen weet dat je deze ook heel makkelijk zelf kan maken. En ik ga jullie vandaag uitleggen hoe je dit zelf ook kunt maken. Alles wat je nodig hebt voor deze knutsel ligt hier op tafel. Namelijk plakband en 6 kleurtjes papier. Dit zijn allemaal vierkantjes en je hebt per kleur 8 vierkantjes nodig. Laten we gaan beginnen. We gaan beginnen met de allereerste kubus maken. Wat we daarvoor nodig hebben is van elk kleurtje 1 van de blaadjes. We gaan beginnen met het allereerste kleurtje en dat is voor mij de gele. Ik ga het gele papiertje dubbel vouwen. Daarna klap ik hem open en dan ga ik de zijkantjes opnieuw naar de binnenkant toe vouwen. Ik laat hem opgeklapt zitten en ik ga mijn blaadje nog een keer omvouwen, zodat het een nog kleiner vierkantje wordt. Vervolgens vouw ik ook deze binnenkantjes weer naar binnen toe. Zo, dan is één kant van mijn kubus af. Ik ga dit voor het volgende kleurtje ook doen. Dus ik vouw mijn papiertje dubbel. Vouw ik het papiertje aan allebei de kanten naar het midden toe. Laat hem opgeklapt zitten. Vouw hem nog een keer tot een nog kleinere vierkant. En ook deze vouw ik weer naar de binnenkant toe. Dit doe ik voor alle 6 de kleurtjes. Van alle kleurtjes heb ik nu 1 papiertje gevouwen. Nu is het tijd om onze allereerste kubus in elkaar te gaan zetten. En dat doe ik op de volgende manier. Ik pak mijn eerste kleurtje, dat is mijn rode kleurtje. Als ik het nou heb over de bovenkant van een kleurtje, heb ik het over dit vlak. Als ik het heb over de zijkanten, heb ik het over deze kleine flapjes. Ik heb mijn rode kleurtje. Dan pak ik ook mijn tweede kleurtje, dat is mijn oranje. Wat ik ga doen, ik ga het oranje papiertje met de bovenkant op het zijkantje van mijn rode papiertje leggen. Dat ziet er zo uit. Ik pak een klein plakbandje en ik plak deze 2 aan elkaar. Dan weet ik zeker dat ze niet van elkaar afschuiven. Dan pak ik mijn volgende kleurtje. Dat is voor mij de gele. Die gele die schuif ik onder de bovenkant van de rode. Dat ziet er zo uit. Ook deze kant pak ik heel even vast met een plakbandje. Dan pak ik mijn volgende kleurtje. En mijn volgende kleurtje is groen. Die schuif ik weer onder het gele papiertje. Een van de zijkantjes. Zo het bovenkantje van het groen zo komt te liggen. Ook deze die plak ik weer vast met een plakbandje. Hierna pak ik mijn volgende kleur. De volgende kleur is blauw. Die schuif ik weer onder het rode papiertje. Even vastplakken met plakband. Ik
één plekje over en die is voor het paarse papiertje. Die stop ik zo met beide kantjes in mijn kubus. Dan is mijn kubus klaar. Voor de zekerheid ga ik er nog even wat plakbandjes op plakken. Ik maak een heel groot plakbandje. En dan ga ik die even om alle kanten van de kubus plakken. Zodat ik zeker weet dat de vierkantjes niet uit elkaar vallen op het moment dat we ermee gaan spelen in onze oneindige kubus. Zo, dan is één van mijn kubussen af. Hiervan hebben we er in totaal 8 nodig. En die ga ik nu even maken. Zo, als we alle 8 kubussen hebben gevouwen, kunnen we de oneindige kubussen in elkaar gaan zetten. Wat we daarvoor gaan doen. Het leukste effect geeft het trouwens als je alle kubussen op precies dezelfde manier qua kleuren gevouwen hebt. Dus dat is bij mij het geval. Dus dan kunnen jullie even goed meekijken. Hoe we de kubussen gaan neerleggen. Sowieso gaan we ervoor zorgen dat alle kleurtjes bovenaan dezelfde kleur hebben. Maar we gaan ervoor zorgen dat ook alle binnenste kleuren gelijk zijn. Dus aan de binnenkant zorg ik dat al mijn blauwe vlakjes zitten. Die leg ik tegen elkaar aan. Zo. En aan de bovenkant alle rode, aan de binnenkant alle blauwe kleurtjes en aan de buitenkant alle gele kleurtjes. We pakken dan ons plakband erbij en we gaan deze 2 kubussen gaan aan elkaar maken. Dus ik pak mijn plakband en ik maak deze 2 kubussen aan elkaar en ik maak deze 2 kubussen aan elkaar. Zo, nu zitten deze 2 vast. Wat ik dan ga doen, ik draai hem om. Helemaal naar de andere kant en ik sla hem open. Ik pak weer een plakbandje en deze 2 maak ik aan elkaar vast. Ik doe hem weer terug en ik draai hem weer om. Hetzelfde doe ik aan de andere kant. Dus ik draai mijn kubus helemaal om en ik sla hem open. Ik pak weer een plakbandje. En ik maak deze 2 kanten aan elkaar. Ik klap hem weer dicht en ik draai hem weer om. Wat ik hierna ga doen, ik pak mijn kubussen en ik leg ze op een kant. Zodat alle gele kantjes bijvoorbeeld boven zitten. Kunnen bij jullie natuurlijk andere kleuren zijn, maar in ieder geval deze kanten boven. Ik hou ze vast. Ik ga deze 2 aan elkaar vastmaken. En datzelfde ga ik doen voor deze 2. Dan gaan we onze kubussen omdraaien, zodat de andere kant van het geel boven komt. En ook die gaan we de buitenste 2 aan elkaar vastmaken. Als we dit gedaan hebben, draaien we de blokjes een kwartslag zodat de andere kleur bovenaan komt te liggen. Ook deze die gaan we aan elkaar vastmaken. En dat doen we met de 2 middelste. Als we dit gedaan hebben, is onze oneindige kubus helemaal klaar. Heel veel plezier met het maken ervan. En dat was alweer de knutsel van deze keer, namelijk deze leuke oneindige kubussen. Heb jij er nou ook eentje gemaakt? Stuur dan even een fotootje op via Facebook of per e-mail. Vinden we leuk om te zien. Tot de volgende keer. Doei doei!